Oké, we gaan even proberen te werken met JavaScript. Notepad++ staat open, rechts. Links staat de browser open, zo netjes naast elkaar. Hier kunnen we de uitkomst zien. Hier gaan we code schrijven. En we hebben een index.html-file. In ieder geval, we hebben een HTML-file. En nou, we beginnen eerst even wat tekst te schrijven. Zoals je ziet is het niet een standaard structuur HTML. Maar op zich even om te laten zien dat het werkt. Dat we dus een goed hebben opgeslagen. Syntax highlighting is actief. En het werkt. Nou, we gaan het toch even netjes doen. En dan maken we de standaard HTML structuur aan. Kun je ook doen door W3 Schools te gaan naar de HTML reference. En dan plak je gewoon alles wat onder de tag doctype staat. Dat plak je erin. Nou, ik kan ook heel snel typen als ik even de video versnel, zoals je ziet. Nou, zo ziet dat er dan uit. Hetzelfde verhaal, verversen, dezelfde uitkomst. Toch? Nou, het is een. JavaScript is dus een client-side taal, net als HTML. Wordt direct uitgevoerd in de browser. Je hoeft niet allerlei toetsen en bellen toe te passen. Maar je moet wel de script tag gebruiken. En die zet je in je head. Niet in je hoofd, maar in je head van je HTML-file. En dan de link naar die file. Ziet er zo uit. Dus je gebruikt de script tag en daartussen zet je helemaal niks. Je zegt alleen die file, daar staat mijn HTML. En dat is de way to do it. Maar het is nu simpeler, om vanwege de uitleg, om dit om direct script te schrijven in je head. Dus als je dat hier doet, dan hoeven we niet steeds te schakelen tussen twee verschillende files. We zetten het JavaScript direct in ons HTML. En dat kan. En dan kunnen we dus direct links testen wat we gedaan hebben. Nou, dit is het eerste wat we doen. Een alert. Dan krijgen we een pop-up box als je de pagina opent. Hij wordt nergens door getriggerd, anders dan de pagina, kijk, wordt ververst geopend. Ja? Je hebt geen trigger. Het is gewoon, die script zit in de head, wordt direct uitgevoerd op het moment dat de pagina geladen wordt. Alert, haakjes, tussenin, een string. Dus quotes onder ding. En dit kunnen we ook gewoon buiten onze head zetten. Maar dan moeten we er wel. Kijk, dan wordt het wel zichtbaar. We hebben er nu geen alert van gemaakt. Maar we zeggen document.write. Dat is een soort. Ja, een PHP noem je dat echo. Nou, als we dit dus een alert van maken, krijg je een pop-up box. Als je document.write doet, dan krijg je gewoon de tekst terug zoals die. Daarin staat. Ja, zo zie je, er zijn dus verschillende functies in JavaScript. Die hoef je dus niet zelf te bedenken. Dat kunnen we wel. Nou, die gaan we uit commentaar. Dus even een comment van gemaakt nu. Zitten dus in de head. Nou, dan gaan we even een variabele aanmaken. Dan begin je gewoon met var. En dan krijg je de naam van de variabele. En dan definiëren we die. En dan zetten we dat tussen die quotes, enkele quotes op dit moment, en dan zeggen we nou John. Oftewel, als ik de variabele first name gebruik, dan is het John. En dan kan ik die variabele ook oproepen. Geen first name, maar first, naar first. Ja, klinkt hetzelfde eigenlijk. In het first. Let op, hoofdletters. Gevoelig, hè? Dus ik. Niet, het werkt wel, omdat die N is een hoofdletter. Dat moeten we dan ook eventjes zo houden. Misschien hoor je mijn vogeltjes op de achtergrond. Ja, daar heb ik ook last van. Nou, dan heb ik. Dan zet ik iets voor die variabele. En dan gaat dit niet werken. Why not? Ja, kijk, er wordt nu geen onderscheid gemaakt tussen die variabele, het datatype en de string. Je krijgt nu ook een fout. Hè? Die kun je zelf opzoeken door naar de inspect element te gaan. Ctrl F12 vaak. En dan ga je naar de console in die inspect element verhaal. Console, kun je zien, dit is een syntax error, dit is een fout in mijn code, betekent dat. Er staat ook nog, het is regel 10. Nou, dan moet ik aanpassen, kijk, want dit moet ik een string van maken. En dan krijg ik, dat werkt wel, dus dat is wel heel apart, dat je dus die variabele, ja, die wordt dus ook echt als variabel gelezen. Het is niet als in PHP, dan moet je daar concatenate iets doen. Kijk, dit. Dan maak ik van het eerste gedeelte een string.
Eigenlijk moet je terugkijken. Net de alert die wij kregen, dan was het dus, nou, de alert die we kregen was: Hi, my name is first name. Dat willen we dus niet. We willen krijgen: Hi, my name is John. Toch? Nou, doe dus zo. We maken van het eerste gedeelte een string. Het tweede zetten wij een plusje voor. Dan worden die aan elkaar gekoppeld. Dat is een concatenate. Niet met punt, maar met een plusje. En we moeten een spatie, die is onderdeel van de string. En hebben: Hi, my name is John. Zo, hartstikke netjes. Ja, ze kunnen dus allerlei variabelen aanmaken en die in die alert zetten, of document write, of nou, allerlei andere manieren die nog wel tegenkomen. Ook even een commentaar van maken. Dus variabelen laten we nog even voor wat het is. En dan gaan we werken met een tweede variabele. En dat is logisch, we moeten de achternaam, die willen we ook teruggeven als variabele. En kijk, waarom werken we met variabelen? Waarom niet gewoon John en dan Doe en dan hen in de alert zetten? Omdat de variabele geeft aan dat het een waarde is die in het proces kan veranderen. Het heeft bijvoorbeeld een formulier en iemand die het invult, is natuurlijk niet altijd John die dat formulier invult. Dus we willen toch teruggeven wie dat formulier heeft ingevuld. Ja, dan moet hij dan zijn eigen naam zien. Nou, we hebben weer een fout. We hebben die plus gebruikt, dus dat is concatenate. Dat is goed. Ja, maar het fout was dus, je moet ook opletten of we met hoofdletters of kleine letters werken. Nou, dat is nu even gerepareerd en dan hebben we, kijk eens even, hè? Alert voor achternaam. Nou, waarom is dat een error als dus dit hoofdletter anders is dan de hoofdletter in de letter in de variabele? Dan heb je dus een gebruikje dus iets van variabelen wat die niet bestaat. En dan, dus ja, hij weet niet wat hij daar moet invullen dan. Hij kent die gewoon niet. Nou, en typ even mee hè, ondertussen. Dan, als je dit gewoon meetypt, dan is veel sneller leren. Nou, we kunnen ook voorwaarden stellen. Kijk, dan zeggen we als die eerste naam gelijk is aan en gelijk is aan het datatype. Er zijn twee issues, hè. Dus gelijk, de waarde is gelijk en het datatype is gelijk aan John. Hè? Dus als string. Dan zegt hij, ja, ik ben inderdaad John. Dus let op, je hebt die if, kijk, dat gaat werken. If, dan krijg je die haakjes, dat werkt altijd zo. En dan krijg je accolades. En dat is de code die wordt uitgevoerd als de voorwaarde klopt. Ja? Nou, als je waar je een is hebt, of een als, dan kun je ook zeggen van, ja, maar wat dan als het niet zo is? Welke code moet dan worden uitgevoerd? Nou, dan gaan we deze volgende code uitvoeren. Dus als iets waar is, daartussen die haakjes. Zo niet, dan. Hè? Nee, ik ben niet John. En dan komma en dan gaat het fout, let op. En we hebben weer fout in onze syntax, dus in de code. Wat is hier fout? Je ziet het aan de syntax highlighting in Notepad++. De ene is grijs, de andere is zwart. Dus dan weet je eigenlijk niet wat ermee te doen met die zwarte. Omdat die komma daar staat. Hè? Die komma I am. Nou, dan moeten we dan voor zorgen dat hij die komma... Hier, dat gaat hier ook fout. Dus ik kan die komma weghalen. Nou, dat gaat ook niet werken. Moet dus... nou, je kunt het oplossen door een ander type quotes te gebruiken, die dubbele quotes. Dan lees je die als dus zijn de wat je moet uitvoeren, als string. En die comma, deze enkele, die geeft je gewoon weer als string. Je kunt er ook een slash voor zetten, kijk, een backslash voor die comma. En dan moet je die eigenlijk overslaan in het lezen als code. En dan wordt die ook weer onderdeel van de string. Nou, dit is misschien ingewikkeld, daar moet je een keer mee werken. Dus vooral nog een keer, typ me mee. Probeer al deze opties even. En hoe vaker je dit probeert en doet, dan hoe vaker, hoe beter je dat natuurlijk gaat onthouden. Dat is met coderen en algemeen zo. Kijk, we gaan nu wat anders nog doen. We zetten een else if. Oké, het is dus niet waar. En als het dan niet waar wordt, dan kunnen we daar alsnog een voorwaarde aan verbinden. Een tweede voorwaarde in de voorwaarde. Nou, het is dus niet John. Maar stel dat hij Steve is. Maar ben je nu wel Steve dan? En dan geef dan terug, ja, ik ben Steve. Ja? Dus van boven naar beneden. Ben je John? Nee. Nou, dan ben je dan Steve? Nee. Nee. Nou, ben je dus, dan zeg je dan een else. Nou, dan, ik ben geen van beiden. Geven we dan terug. Ja? Hopsakee. Kijk, je bent geen John, je bent geen Steve. Nou, dus het is een if, else if. Else, die volgorde. If, else, if, else. En gebruik je allemaal op dezelfde manier. Behalve bij die else heb je dus niet die haakjes met de voorwaarden. Die zitten in de if of de else if.
hebben. Comment. Dus if, else, if, else. Hè, hier staat het. We gaan even extra variabele aanmaken. En dan gaan we auto's. Dus die noemen we auto's. En dan gebruiken we daarin een functie. En dat betekent array. Dat moet je zien als een lijst met mogelijke waarden. Dus een variabele die verschillende waarden kan teruggeven. Dan zeggen we waarde 1 van de variabele, of de waarde 0 van de variabele cars. Dan is het een Toyota. En als het 2, 1 is, dan is het een andere. Even over die 0. Trouwens, die 0 betekent de eerste die in de lijst staat. Dus je moet eigenlijk altijd eentje opschuiven. Dat is, ja, als je print het tellen vanaf 0, en dat is dus een reële waarde. Dus dat is Toyota is niet de nulste in de rij, maar dat is de eerste in de rij. Honda is de tweede in de rij. En Ford is de derde in de rij. Dus we hebben hier ook een lijst met waarden aangemaakt. Dus als je die variabele cars gaat uitvoeren, hè? Dus via pop-up, dan willen we de cars zien. En we zetten 1, dat krijgen we nog te zien. Dan krijgen we dus een Honda te zien. Zo kun je dus een hele lijst met waarden opslaan in je file. En dat doe je dan in je JavaScript file. En daarmee dus variëren van welk nummertje gekozen wordt, welke waarde wordt teruggegeven. Nou kun je dat ook sneller doen. Die lijst kun je ook op deze manier in een array dus zetten. Dus in plaats van een lijstje met 0, 1, 2, 3 enzovoort, zet je dit gewoon in één lijn. Waarbij Toyota dus automatisch de eerste in de rij is, heeft de waarde 0. 102 in de rij heeft de waarde 1. 2, sorry. Ford heeft de waarde 3. En als je dit dan doet, dan krijg je hetzelfde uitkomst. He, dan krijg je dan alleen het nummertje daarin. Dit is dan wat makkelijker, dan wordt je lijst gewoon minder lang. Hè? Je hoeft niet als je zeg maar 200 auto's, maar die hele lijst erin zetten. Of je zet het allemaal in één regel. Dat is toch the way to do it. Dan gaan we er doorheen loopen. Door de lijst met waarden die we daarboven hebben staan. Hè? We hebben straks een lijst, nummer maar 3. En dan is for, ja, als de variabele gelijk is aan 0. Wat eigenlijk wat er hier staat, je kunt zeggen, nou, dat is ook een soort if-else, maar nee. We gaan dan door de lijst loopen. En dat is best ingewikkeld dit. Dus het uitgangspunt is dat de variabele is 0 die we gaan gebruiken. En zolang die kleiner dan 5 is, dan doen we er 1 bij op. Nee, dat is niet zo lang, maar het uitgangspunt is dat de uitkomst 0 is. De variabele moet kleiner dan 5 blijven. Ja? En dan moeten we, en dan verder doen we er steeds één keer eentje bij op. Ja, dat is het i++ betekent 1 erbij. Nou, dan gaat het op een andere manier teruggeven. Dus eigenlijk de derde manier, dat is pop-up. We hebben het direct in tekst. En nog een manier is in de console. Dus een inspect element ding. Waar dan de console dus zit, daar. Hè, die is dan, als je die niet leeg is, kun je hem daar legen. Boven zit een vuilsbakje. En dan wat we daar terug willen zien. We willen dus die array terugzien. Dan kun je even testen in je console. Of je wel de juiste uitkomst krijgt. Kun je natuurlijk ook gewoon testen in je code. Hè, onder welkom of zo. Maar dus je ziet hier, dus die lijst met teruggegeven waarden is 1, 0 tot en met 4. Ja? Als het dus kleiner of gelijk aan 5, het moet dus kleiner of gelijk aan 5 zijn, dan krijgen we dus 1 tot en met 5. Loopt die doorheen. Ja, zie je? Oké. Okay. Maar nu gaan we dat doen voor de variabele. Voor onze array cars. Ja, dus niet voor i, maar voor cars. En daarbij cars is uiteindelijk wat ingevuld. Het nummertje. En dan krijgen we dus het lijst. Ja, heeft het dus maar 3 waarden. Dus oftewel, hoe lang die cars is. Die is 3. En als die dan, daar zitten maar 3 waarden in. En dan loopt die dan doorheen. Totdat hij eigenlijk de hele lijst heeft gehad. Huh? Begrijp je dit? Nee, dit betekent dus echt, dit moet je doen. Dit moet je doen en testen. Gewoon even doen nu, testen. En
test door, gebruik andere waarden, tot je het enigszins op vingers hebt. Het is gewoon veel te veel tijd niet, veel te veel tekst als ik dit ga uitleggen. En dan, dat ga je dan niet onthouden. Je moet dit doen. Nou, nog even over functie. Nou, uiteindelijk deze korte video heb je eigenlijk al vrij genoeg basis. Een functie is toch een heel ander verhaal. Het ziet er zo uit, je begint met het woord functie. En dan zeg je van, ja, die he, die geven we de naam C-hi. Dat is iets wat hij dus moet uitvoeren. Ja? En we kunnen, en de, wat hij dan moet uitvoeren, dus dat is die accolade. Dus is een alert, een hi, een pop-up, hi. En die werkt pas als we die functie teruggeven, C-hi, met die haakjes. Ja? Dus als we dat niet doen, is de functie wel oké, maar dan kunnen we niet uitvoeren. Ja? Nou, dan zetten we de C even een andere functie. Zetten we dus en de uit en dan, hè, dan zetten we daar de C-it om de uitkomst terug te geven. En dan moeten we daar wel een waarde in zetten. Dus hij alert word, zeggen we. En dat is dan de waarde daarin is hello in dit geval. Dus dan kunnen we allerlei waarden inzetten. Ook variabelen kunnen we daar weer inzetten. En zo maken wij de functie is, dit is wel heel simpel, maar in principe kun je dat heel erg uitbreiden. Dus dat die functie, en door één woord te zetten, C-it en die haakjes en de waarde tussen, kun je die, die hele code die erin staat uit laten voeren. En dat kan vrij ingewikkeld. Dus ja, de bedoeling is dat je ook functies schrijft, of één functie schrijft, iets wat geen ingewikkelder is. En die dan door het aanroepen van die functie in je HTML wordt uitgevoerd. En dat is onderdeel van je praktische opdracht. Hè? Dus dat je jouw HTML-file iets laat uitvoeren. Nou, we hebben het ingewikkelde iets. Dus de functie heet addIt. En het variabelen daarin zijn, of de waarden die gebruikt worden, de blokken die we nodig hebben, is num 1, num 2. En we willen 1 plus 2 teruggeven. En dan zeggen we in dus 3 en 5 met de waarden 3 en 5. En wat moeten ze ermee doen? Plus, 1 plus, hè, nummer 1 plus nummer 2. En dat is dus, uitkomst is 8. Ja, zo kunnen we berekeningen laten doen in de functie, tekst, nou ja, goed. Allerlei dingen doen. Nou, dat is even genoeg. Dat is variabelen aanmaken, voorwaarden, loopen, functies. Test er vooral mee. En nou, laat het hier maar even behouden. Succes, laat je vragen even weten als je vragen hebt. Ja, doei doei. Doei doei.